gedaan, hè? Maar wat vind je nou zo goed aan Feyenoord dan? Want jij bent dus helemaal gek van Feyenoord. Omdat John de Wolf erin zit. Wat? John de Wolf? Ja. Maar je speelt toch niet meer bij Feyenoord? Nee. Oh. Dus dan heb je een probleem. Ja. Maar wat vind je dan zo goed aan Feyenoord dan? Vertel mij dat dan eens. Dat weet ik niet. Dat weet je niet? Ik heb maar één vriendje die Feyenoord is. Eén vriendje maar? Ja. En de rest is niet voor Feyenoord? Nee, die is allemaal voor Ajax. Wie is er nog meer voor Feyenoord dan? En Jamie en Maurice en Jordi. Drie jongens nog? Ja. En de rest is voor Ajax? Ja, maar twee die houden niet zo van voetbal. Wie niet? Maurice en Jamie. Die houden niet zo van voetbal? Nee. En wie is dat daar? Peter Bos. Peter Bos, hè? Ja. Is dat wel een goede voetballer, of niet? Ja. Ja? Ja. Hoezo? Peter Bos, dan is hij goed? Ja, een koppen. Na het eten en voor het naar bed gaan, mag Danny altijd nog een kwartiertje buiten voetballen. Nou, gewoon naar buiten. Nou, hier. Even kijken hoor. Hé, hey, Danny. En voor het slapen gaan, dat is van alle tijden, nog een heel klein verhaaltje. Het verhaal heet De Boze Buurman. Er was eens een jongetje dat Koentje heette. Hij woonde in Rotterdam en hij voetbalde elke dag op straat. Toen Koentje 7 jaar oud werd, kreeg hij van zijn ene oma een hond cadeau en van zijn andere oma een echte leren voetbal. De hond was een goede gelobbers. Hij had treurige ogen en hij blafte bijna nooit. Koentje noemde hem Ed de Goeie. Met zijn nieuwe bal voetbalde hij vaker en langer op straat dan ooit tevoren. Soms waren de straatlantaarns al aan als hij naar huis ging. Koentje was een beetje bang in het donker. Gelukkig had hij Ed de Goeie altijd bij zich om hem te beschermen. Naast het huis van Koentje woonde de familie Walgvogel. Vader Walgvogel kweekte paarse klaprozen. En elke keer als Koentje de bal bij de buren de tuin inschoot, plofte Walgvogel bijna van woede. Deze avond was het weer zover. Het was al bijna donker toen Koentje en Ed de Goeie naar huis liepen. Het jongetje liet de bal op de maat van hand in hand kameraden op straat stuiteren. Opeens, ter hoogte van Walgvogel, stuitte de bal op een half uit de stoep stekende tegel en verdween in de tuin met de klaprozen. Net toen de woedende Walgvogel zijn broodmes in Koentjes nieuwe bal wilde planten, sprong Ed de Goeie als een panter door de schemering. Hij greep de bal in zijn bek en sprong in één keer de tuin weer uit. Vlug renden Koentje en Ed de Goeie naar hun eigen huis. Koentje ging lekker slapen, met Ed de Goeie op het voeteneind. Nou, Danny, wel trusten? Ja, trusten, Peter. Wel trusten, jongen. Ga maar lekker liggen. Oké, wel trusten.